Hallo allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je voornamelijk de achtergrond van deze Art Journal pagina kan maken. En de achtergrond is gemaakt met Daniel Smit aquarelverf in de kleuren Phthalo Blue en Opera Pink. Dat zijn twee hele sprekende, felle kleuren. En voor de achtergrond heb ik een beetje geëxperimenteerd. Je ziet heel veel verschillende technieken met alcoholinkt. Ik was benieuwd wat gebeurt er nou als we alcohol op aquarelverf gooien. Nou, dan gebeurt er dit. Je ziet hier dit soort kringen in ontstaan. Deze die zijn gevormd door de alcohol erop gooien. Werkt heel anders uit als wanneer je alcoholinkt op jupo-papier gebruikt. Dat spreekt misschien wel voor zich. Het papier wat ik gebruik is gewoon aquarelpapier. En je hebt er eigenlijk maar heel weinig voor nodig. Uiteraard aquarelverf, een penseeltje en een waterspray. En het belangrijkste... dat vind ik aan deze kant, is de alcohol en 70%, 96%, 98%, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik heb zelf 96% en een pipet, een druppelaar, om de druppels met alcohol straks op je werk te gaan laten vallen. Je kan natuurlijk elke kleur nemen die je zelf leuk vindt. Ik heb hier zelf... gekozen voor blauw en roze, maar ik heb ook al eerder, en die zal ik even laten zien, een andere kleuren gebruikt, zoals je hier ziet, rood en geel. Hier heb ik wat geprobeerd met een stencil en deze vlekken die je hier allemaal ziet, die zijn door de alcohol gemaakt. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met kijken en ga het ook zeker een keer uitproberen thuis. Het leuke van deze techniek is dat iedereen kan het. Je hoeft er helemaal niks speciaals voor te kunnen. Kan het mislukken? Nou, ik zou niet weten hoe eigenlijk. Het enige wat wel belangrijk is, is de kleurkeuze. Hoe weet je nou of je kleuren kiest die goed bij elkaar passen? Dat zou je eigenlijk simpelweg kunnen proberen. Wat je wil voorkomen is dat de kleuren samen bruin vormen. Omdat bijvoorbeeld wanneer je groen en rood samenneemt, dat vormt een hele vieze kleur wanneer de kleuren mengen. Maar op zich, wanneer de kleuren onderling mengbaar zijn en ook mooi mengbaar zijn, kan je de combinatie heel goed gebruiken. Ik gebruik zelf twee kleuren, omdat wanneer je meer dan twee kleuren gaat gebruiken, je al snel het risico loopt dat dingen toch iets minder mooi worden als je van tevoren had gepland. Maar experimenteer vooral. Als je twijfelt vooraf van ja, maar straks dan mislukt toch mijn werk. Of neem dan even een klappapiertje, meng twee kleuren met elkaar. Vind je het mooi? Prima, gewoon doen. Vind je het niet mooi? Zou ik het vooral laten. Goed, we gaan beginnen. Ik werk op een formaatje A5, want dat past mooi in mijn journals. A4 kan natuurlijk ook, wordt het allemaal groter. Doe daarin vooral wat je leuk vindt. Ik begin met wat roze. Dat neem ik op met mijn penseel. En breng ik aan op droog papier. Het mag wel een beetje feller. En ik doe daarin gewoon... Zonder plan maak ik in het midden wat strepen. En zo. Ik maak dit voorzichtig alvast een klein beetje nat. Maar we waren nog niet klaar. Er komt nog blauw bij. Dus ik doe hetzelfde met de blauw. En ik breng hier en daar wat blauw aan. Doordat ik het nu nat heb gemaakt, vloeit het al uit. Dat is precies wat ik wil. Zo. En wat blauw. Ik spuit het eerst met gewoon water, spuit ik het nat.
Zo. Laat dit even hier nog een beetje. Een beetje mooi elkaar overvloeien. Beweeg heel even de plank een beetje. Dan gaat het nog een beetje glijden. Ik wil nog iets meer water in dit geheel. Zo. En nu, terwijl mijn werk echt nog nat is, want zodra het droog is, werkt het niet meer. Of heel slecht. Maar nu mijn werk nog nat is, ga ik er met mijn druppelaar druppels op laten vallen. Ik hoop dat jullie goed kunnen zien wat er dan gebeurt. Kring. Ik kan de kring ook groter maken door er meer druppels op te laten vallen, zoals ik hier deed. Of van iets dichterbij laten vallen, krijg je wat kleinere drupjes. En op die manier krijg je dus een super gaaf effect. Moet je hier iets speciaals voor kunnen? Wel, nee, gewoon druppels laten vallen. Kan niet misgaan. Nou, ik geloof, oeps, dat ik hem zo wel... wel aardig vindt. Je zou ook zien dat waar de alcohol is gevallen, het papier al heel erg snel droog is. Maar ik heb natuurlijk wel nog hier nu de plassen verf liggen. Op zich gaan we die even droog blazen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik gebruik voor het drogen een heat tool. Eentje die niet heel hard blaast, want dan blaas je namelijk de natte, als je dit met een föhn zou doen, dan blaas je deze natte plekken, die blaas je weer over je droge kringen heen. En dat is hartstikke zonde, want dan ben ik mijn kringen weer kwijt. Wat ook nog leuk is, je zou hier met water, en dat is het verschil met alcohol en water, ik kan wel heel even laten zien. Als ik hier nu water in laat vallen... Dan gebeurt er dus ook wel iets. Maar niet hetzelfde als met de alcohol. Waarbij je die hele kring uit elkaar ziet vliegen in cirkels. Ik blaas deze even droog. Goed. Mijn werk is nu helemaal droog. En dat is belangrijk. Ik vind alleen dat de roze kleur, die mag nog wel wat feller aanwezig zijn. De opera pink is echt een hele felle kleur. En door het flink vermengen met water is die een beetje flats geworden. Daar is een hele simpele oplossing voor. We doen nog een laagje. En niet overal, want dat vind ik niet nodig. Mag duidelijk zijn dat hier waar ik blauw heb, daar hoef ik geen roze meer aan te brengen. Er gaat nooit meer fel roze worden. Maar op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld hier, je ziet hoe fel die kleur is als je hem goed, goed aanbrengt. Dus... Zo. Ik wil hem nog wel een klein beetje natter maken dan wat hij nu is. En ik wil wat spetters op mijn werk. Zo. Ik maak dit een klein beetje vochtig. Niet zo heel erg nat. Pak mijn pipet weer met de alcohol erin. En ik laat hier nog wat druppeltjes vallen. Kan ook trouwens heel even aantikken met je druppelaar, dan krijg je ook plekjes. Zo. Eigenlijk zou ik het mooiste vinden als... Ik vind het hier niet helemaal. Zo, hier nog een beetje. Je ziet dat hier die alcohol nog niet helemaal wegverdampt is. Dus je wil mijn verf niet hebben hier, maar gaat... Helemaal goed komen. Zo. En nog een druppel erin. Zo laat ik het. Dit maak ik weer eventjes droog. Mijn achtergrond is nu helemaal droog. En hiermee kan ik doen wat ik wil. Stempels erop plakken. Knippen. Bedenk het. En het kan. Zometeen laat ik nog wat verder zien. Ik ga nu eerst nog eventjes op een ander blaadje met twee verschillende kleuren werken.
Goed, bij deze, op deze bladzijde, ik dacht ik maak er nog één. Gewoon omdat het fijn is om naar te kijken. Tenminste, jullie dezelfde afwijkingen hebben als ik. En ik heb besloten om de roze erin te houden en de blauw in te ruilen voor geel. En dat wordt dus echt een hele vrolijke, felgekleurde bladzijde. En ik begin weer met gewoon opdroog wat geel aan te brengen. Waarom eerst geel? Geen idee. Je had ook net zo goed eerst roze kunnen doen. Ik doe eerst geel. En zo. Ja. Dit is trouwens de Hansa Yellow Medium voor de geïnteresseerden. En weer de Opera Pink, die ik daarnet ook al had. Dan breng ik weer wat. Mag ook best wel een beetje over elkaar. Geeft helemaal niks. Naast elkaar. Zo. Nou, niet te lang overdoen, want dan is je papier of je verf droog. En dan verspreidt het minder lekker met water. Neem de waterspray. Spuit de bol weer nat. Zodat de bol uitvloeit. Hij heeft er niet zoveel zin meer in. Zo, dat gaat beter. En laat het een beetje door het schuin houden in elkaar overlopen. Zo. Hier nog wat water. Ja. Ik vind dit ook altijd zo mooi, hè, als je allemaal van die kleine plekjes krijgt. Ik neem weer mijn alcohol. En daar gaan we weer. Ik laat gewoon overal en nergens wat druppels vallen. Oh, dat tik ik een beetje voor net een andere vorm. Zo. Oeh, dat is een grote. Het geeft op het geel een heel ander effect als op het roze. Hier, hoppakee. Ik laat hem zo. En maak het weer droog. Ik heb mijn werk weer helemaal droog gemaakt. En ook nu vind ik eigenlijk dat er nog wel iets meer roze in kan. En voornamelijk hier op dit plekje. Ik vind hier heel veel geel. Dus ik breng hier nog wat roze aan. Niet te veel. Zo. We gaan nog één vlek bij hebben. Die spuit ik weer een klein beetje nat. Zodat hij ook uitvloeit. En ik doe er nog een keer. Hup. En hup. Een drupje op. En zo. Hier nog. Oh, nou, er kwam een heleboel uit. Zo. En dit maak ik weer even droog. En dan is eigenlijk ook deze achtergrond klaar voor gebruik. Wat ik zelf altijd heel leuk vind hierbij is om nog even wat spetters te maken. Dat doe ik met een natte penseel met wat verf. En ik tik eigenlijk boven mijn werk met mijn penseel. Hier is het natuurlijk nog nat, dus je krijgt een heel ander effect van mijn spetters. Neem mijn roze spetters nu. Zo. Als ik mijn kwast heel nat maak. En dan wat verf opneem. Dan krijg ik ook echt grote spetters. Zoals je hier nu ziet. Want ik heb beide achtergrondjes. Die heb ik bestempeld. Ik heb hiervoor... wat oudere grunge stempels van Studio Light gebruikt. Binnenkort komen er nieuwe uit, maar die heb ik nog niet in mijn bezit. Dus ik heb het met de oudere maar weer eens uit de kast gehaald. Ook leuk. Deze stempel is eigenlijk een hele grote. Die past er niet helemaal op, dus die heb ik er gedeeltelijk op gestempeld. Je ziet wel dat het effect van mijn achtergrond, doordat het een hele grote stempel is, een beetje kwijtgeraakt is. En ik heb hier...
een gedeeltelijke stempel gezet. Ik heb hier de veer gestempeld en ik heb de bloem gestempeld. Deze ga ik zo uitknippen en verder bewerken. Mijn gestempelde onderdeeltjes, die heb ik uitgeknipt. En ik heb ze expres andere kleuren gegeven als die al in mijn achtergrond zitten. Voordat ik deze ga opplakken, wil ik jullie nog een klein trucje laten zien die ik zelf altijd toepas. En het heeft te maken met dit witte zijkantje wat er altijd is. Ik vind het zelf, wanneer je het opplakt, mooier om dat zijkantje even zwart te maken. Ik gebruik daarvoor een zwarte Tombow viltstift in dit geval, maar elke viltstift kan je gebruiken. En ik ga daarmee even met de brushpunt voorzichtig langs het randje, zodat dat randje zwart wordt. Kleine hoekjes altijd iets lastiger. Zo. En wanneer ik deze nu opplak, zometeen hier, dan vind ik dat zelf net even mooier. Ik ben een Piet Lutte. Misschien dat lang niet iedereen dat belangrijk vindt. Ik doe het eigenlijk altijd. Nou, ik plak deze even op. En ondertussen. Zo. Ik gebruik hiervoor gewone tacky glue. En. Die natuurlijk weer bijna leeg is, dus het mag even duren voordat er wat uitkomt. Nou. Zo, even zorgen dat hij goed. Goed aandrukken en hetzelfde doe ik hier bij de veer. Die plakken we op. Heel goed langs de randjes ook met het insmeren van de lijm. Doe het altijd maar een beetje zo. Goed hier op de punt nog. Helemaal mooi. Even goed aandrukken. Zo. En voilà. Wat wel zo is, en daar ga ik hem even voor optillen, is dat door het gebruik van de aquarelverf over de stempelverf, hier kan je het goed zien bij het donkerdere gedeelte, is dat hij daar wat valer is geworden. Ik neem daarvoor altijd even een zwart pennetje en kleur het wat bij. Zoals ik al zei, ik ben een Pietje Precies. Lang niet iedereen zal dat doen. Als laatste eigenlijk, je kan het natuurlijk zo gek maken als je zelf wil, maar dat laat ik vooral ook. Ik zie hier nog een hoekje, zo. Aan ieders creativiteit over. Heb ik nog een paar leuke quotes die erbij mogen. En die ga ik opplakken. Die komen uit het stickerboekje van Art by Marlene. Als eerste heb ik hier Find Beauty in the Ordinary. Die vond ik hier wel mooi bij passen. Ik plak dat expres scheef. En ja, niet over allemaal mooie cirkels heen, want dan is het hele effect weg. Find Beauty in the Ordinary. En deze wat grotere plak ik hier zo overheen. If color was music, my paintings would be doing the polka. Zo. Hier kan nog een
zwart lijntje omheen gemaakt worden om ze wat meer eruit te laten springen. Daarvoor zal ik heel eventjes één tegelijk doen. Een beetje de camera inzoomen. Ik heb overigens gestempeld met Stazon, maar dat hadden jullie vast al in de gaten omdat hij in beeld lag. Zo. Nou, ik heb de Tombow stift maar gepakt. Ik kan natuurlijk elke stift ervoor gebruiken. Niet zo leuk om zo'n heel stijf strak lijntje, dus ik maak daar wat... gekras van, zullen we maar zeggen. Zo. En ook bij deze, ik draai mijn blad even, want anders kan ik echt niet tekenen. Ik maak mijn lijnen zowel op de sticker als op de achtergrond. Zo. Deze kant. Stijf hoekje nog. Zo. Bij de andere tekening doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Dwars over mijn veer heen. Het maakt allemaal niet uit. En even omdraaien. Zo, deze. En deze. Dit is wat het voor nu is geworden. En een hartstikke kleurrijk geheel met de hele leuke effecten. Ik hoop dat jullie deze video een beetje inspirerend vonden om het ook zelf te gaan proberen. Je kunt hier natuurlijk nog van alles mee doen. Je kan hier nog meer achtergrondstempels op verwerken. Je kan er nog met wit op spetteren. Maar voor nu is dit videootje wel volledig genoeg, denk ik zo. En laat ik ook nog wat over aan jullie eigen creativiteit. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.